als je je voor een ander inzet, op wat voor gebied dan ook. Heerlijk om, ja, om daarmee bezig te kunnen zijn. En dat je gewoon, dan kom je ook tot je recht. En dan eigenlijk kom je dan ook tot je doel eigenlijk. Ik denk dat voor alle mensen geldt van, als we werkelijk elkaar helpen met mensen die het minder goed hebben dan jou. Dat is toch het mooiste wat we kunnen doen. Ik ga in gesprek met Theo Lentz over zijn bezieling. Wat bezielt hem om met zijn muziek, een documentaire en een boek de verhalen te vertellen van daklozen? Theo! Ja? Jij bent al jarenlang muzikant. Ja. En sinds kort ook programmamaker. Ja. En jij wil met je muziek, met een documentaire en met een boek, wil jij de verhalen vertellen van daklozen. Ja. Wat bezielt jou om dat te doen? Wauw, ja, dat is wel een heel lang verhaal. Ik heb mijzelf in het verleden wel regelmatig eenzaam gevoeld. En waarschijnlijk is dat ooit gekomen dat ik als 14-jarige jongen naar een kostschool gestuurd ben. En daar best wel alleen op een kamertje daarboven lag tussen alle jongens, 14 jaar oud. En je wist echt nog niet wie je was. En ja, en daar best wel wat aandacht tekort heb gehad. Ja, ja. En daar ligt wel de basis van een stukje eenzaamheid. En dat heb ik toch altijd wel bij mij gedragen. En ik heb ook wel enorm mijn best gedaan om dat altijd maar weg te drukken. En juist toen ik een videoclip aan het filmen was in New York voor mijn nieuwe album, kwam ik een dakloze meneer tegen en die... dat was op Central Station. Ik was daar met mijn cameraman aan het filmen. En opeens zag ik een vrij jonge gast, 30 jaar of zo, petje op. Die zag ik zo in elkaar zakken langs een paal. Hij stond zo tegen een paal aan. En op een gegeven moment toen lag hij helemaal te shaken op het perron. En zag ik, zei ik al tegen Dennis, moet er niet naartoe. En nou, we waren ook wel een beetje bang. Want ik wist dat als je in New York mensen gaat helpen, zomaar, dan word je ook heel snel erbij betrokken. Hè? Misschien heb jij het al gedaan. Ja, ja, ja. En nou, laat me nog even aanzien. En toen kwamen er allemaal treinen met dromme mensen gingen voorbij die man. Men liep gewoon alsof het heel normaal is dat soort mensen ligt te schudden op het perron. Liepen ze gewoon allemaal voorbij. En nou, ik vond het wel zo vreemd en gênant. Ja, ja, ja. En we werden echt er helemaal bang van. En toen zei Dennis, nou, laten we nog even verder gaan filmen. En toen kwamen we even daarna toch weer terug op die plek. En toen zagen we dat hij overleden was. Nee. Ja, en toen vonden wij onszelf zo laf. En toen heb ik me voorgenomen van, ja Theo, je kan wel zo lekker egocentrisch met jouw leuke clipje bezig zijn. Maar wat doe jij in godsnaam voor die ander? En ja, ik had altijd wel heel veel bewogenheid voor andere mensen die het minder goed hadden, ja, en zo. En toen had ik zoiets van, nou, ik ga daar ook echt iets aan doen. Ja. En toen ben ik een documentaire gaan maken over daklozen in Berlijn, ja, New York en Londen en Amsterdam. En het doel van die documentaire is dat om de daklozen een gezicht te geven. Ja. En ik heb iets van 17 portretten gemaakt van daklozen. En daar zijn zulke mooie dingen mee gebeurd. Ik noem één voorbeeld. Ik ging in Berlijn filmen. Bij Bahnhof Zoo. En daar lag een man in een slaapzak. En die lag er al 5 dagen of zo. En die was stram. En het was een jonge vent. En hij vertelde dat hij weggelopen was. En dat hij al in Londen was geweest en hij was helemaal kapot. Hij was helemaal geestelijk kapot. Ja, en hij was helemaal, nou, hij begon al vrij snel te huilen. En hij had gezegd, ja, ik heb de hele nacht zitten bidden dat hier iemand nog langs zou komen om me te helpen. Daar is zoiets moois uit voortgekomen met die ontmoeting. Hij heeft er nog even gelegen en toen is hij, was een of andere predikant uit Tsjechië. Die heeft hem in de auto genomen en die heeft hem ergens in een kerk aan de Tsjechische grens gezet.
En daar is hij helemaal opgekalefaterd. Toen bleek nog dat die man nog een gevangenisstraf uit moest zitten. En toen heb ik hem veel gebeld. Hij heeft mij veel gebeld. En ik was ook de enige waar hij contact mee had. En toen kwam hij eruit. Toen heeft hij op internet is hij aan het googlen gegaan. Heeft hij een vrouw gevonden met een klein gezinnetje. En dat klikte gigantisch. En hij heeft een opleiding gedaan. Heeft een rijbewijs gehaald. Hij heeft nu een auto zelfs verdiend. Hij werkt als manager in een bedrijf. Het is niet te geloven. Totale, totale change, Jolet. Echt geweldig. Dus dat is wat er kan gebeuren als je gewoon zo'n moment voor iemand neemt. Ja, en die man is het voorbeeld. Ja. En ik heb nu 6 daklozen waar ik veel contact mee heb. Ja. Dus die zoek ik ook regelmatig op. En ik ben nu een band aan het vormen. Die heet Band on the Run. En daar spelen dakloze mensen in. En nu willen we gewoon concerten gaan doen in Nederland, als het weer mag, voor daklozen. Ja. Dus daklozen spelen voor daklozen. Hey, en wat hoop je hiermee te bereiken? Aandacht voor daklozen. En het probleem is natuurlijk alleen maar veel en veel en veel groter geworden. Ja, zeker met die corona-ellende, allemaal waar we nu in zitten. Dat is allemaal zo schrijnend geworden. Ja. 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 En denk maar niet dat het alleen maar mensen zijn die de weg kwijt zijn. Nee. Maar het zijn echt mensen die gewoon geen geld meer hebben. Nee. Hey, en waarom is het zo belangrijk voor jou om dan die verhalen te vertellen van daklozen? Nou, ik vind gewoon dat ik met mijn eigen leven... Ik heb natuurlijk heel lang ook in het zakenleven gezeten, 22 jaar. En daar heb ik mijn geld mee verdiend. En als zakenman ben je zo gefocust om dat bedrijf gaande te houden. Ik schaamde me toen ik nog weer voor mezelf bezig was met die muziek maken. Hè, dat altijd maar met jezelf bezig zijn. Ja. Man, wat is het heerlijk om voor andere mensen iets te mogen doen. Ja, daar geniet ik zo van. Dus dat, voor mij is dat een stukje echt geluk. Ja. En wat hoop jij dat mensen die het boek lezen en jouw muziek horen en documentaires zien, wat hoop je dat het doet met die mensen? Omdat we naar elkaar om gaan kijken. Ja. We zijn zo egoïstisch bezig in deze tijd en in het kapitalistische systeem waar we nu allemaal in zitten. Precies. Zo ontzettend egoïstisch bezig. En ik snap dat wel, want iedereen moet natuurlijk de broek ophouden. Maar geld is niet meer dan een smeermiddel. Ja. En dat moet het ook blijven. Als geld iets gaat innemen qua reden waarom je het allemaal gedaan hebt. Wat heb je dan geleefd? Hoe ben je dan? Wat heb je dan gedaan met je leven, weet je wel? Ja. En ik denk als je je voor een ander inzet op wat voor gebied dan ook. Heerlijk om daarmee bezig te kunnen zijn. En dat je gewoon, dan kom je ook tot je recht. En dan eigenlijk kom je dan ook tot je doel eigenlijk. Ik denk dat voor alle mensen geldt van... Als we werkelijk elkaar helpen met mensen die het minder goed hebben dan jou. Dat is toch het mooiste wat we kunnen doen. Wat zijn zoal de verhalen die jij hoort van de daklozen? Nou, dat het heel erg schrijnend is op het moment. We gaan echt naar een tijd die weinig perspectief biedt. Ik hoorde al dat we misschien wel nog jaren in deze een toestand zitten waar we nu in zitten. Dat betekent alleen maar dat er meer mensen dakloos gaan worden. Ja. En daar zijn de daklozen ook zelf heel erg angstig voor. Hè, want als de normale middenstand al amper kan rondkomen, hoe moet het dan met de daklozen gaan, weet je wel? Dus ik maak me heel erg veel zorgen over dat er steeds meer mensen bijkomen. En dat het gewoon ook uit de klauwen gaat lopen. Je hebt heel veel verschillende stadia in dat dakloos zijn. Dus mensen die het absoluut niet meer zien zitten. Die bijna psychotisch zijn al. En echt de weg kwijt zijn. Die mensen kom ik ook steeds meer tegen. Die werkelijk de weg kwijt zijn. Precies. En dat verontrust mij in de eerste plaats. En ik denk, wij zijn ook met elkaar allemaal zo druk met die hele corona. Dat er steeds minder aandacht voor is. En ik hoop echt dat alle regeringsmensen zich herpakken en in ieder geval deze groep niet gaan vergeten. Hey, en is de reden dat je dit nu doet, is dat dus te herleiden naar jouw jeugd, naar die eenzaamheid die je zelf gevoeld hebt? Ja, heel erg. Want wij worden opgevoed in een maatschappij. Eigenlijk begint het al op de kleuterschool. Dan word je al bijna al ingedeeld van, nou ja, ik kan me nog herinneren dat ik niet zo goed een asbakje kon maken. Dat is niks voor hem. Dus laten we dat allemaal niet meer doen. Die kant moet je al niet meer op. Dus je wordt al, eigenlijk wordt er al een soort vrees voor falen al in een mens gelegd.
En wat mensen nodig hebben al vanaf jongs af aan is bemoediging. Is, joh, je kan dit en misschien moet je dit eens proberen en dat proberen. En dat zie je in deze kapitalistische maatschappij heel erg weinig. Dat is eigenlijk ook al wat ouders ook al heel snel voor kinderen doen. Oh, je zult nooit een architect worden, want je kan nog ineens een Lego doos goed in elkaar zetten of zo. Weet je wel, er worden al heel erg perceptie gemaakt van waar een kind naartoe moet. En nou, vooral als je dan je kind op 14-jarige leeftijd naar een kostschool gaat sturen, waar je echt alleen al jezelf moest boven water houden, behalve wat je dan nog allemaal moet gaan studeren en moet gaan doen. Je bent de hele dag alleen al bezig van waar ben ik hierin terechtgekomen? Ja, precies, en precies. Je mist dan heel veel bemoediging en heel veel liefde. Ja. En dat vormt je in je leven. Want is die eenzaamheid, is die weg? Ja, hij is wel weg, want ik ben ook heel erg in God gaan geloven. En niet op een religieuze, bekrompen manier, maar wel meer in een persoonlijk contact met hem. Ik praat gewoon met hem en ik merk ook dat ik daar heel veel wijsheid door krijg en heel veel liefde ook door krijg. En ben je ook van jezelf gaan houden? Ja, omdat hij... Ik zie me nu ook wel als een zoon van hem. En daar vind ik mijn eigen waarde in. Ja, klopt, ja. En ik heb me wel als een soort verloren zoon gezien, zeg maar. Ja. Die altijd maar op zoek is. Altijd had ik een onrustig gehad. En ik heb wel veel meer rust gevonden. En ik hoef mezelf niet meer te bewijzen. En want zoals we worden opgevoed in deze wereld, je moet je altijd zelf bewijzen. Ja, ja. En dat kun je zo moe van worden. Ja, ja, precies. Nou, en dat heb ik afgelegd. Ik ga niet mezelf weer een slavenjuk opleggen. Want ik heb heel veel losgelaten. Hey, en wat is jouw droom? Dat iedereen mag zien dat hij er mag zijn. En dat we allemaal iets bij kunnen dragen. En of je nou het laagste beroep van deze wereld hebt of het hoogste beroep, we kunnen allemaal wat bijdragen. Ik denk dat je het heel dicht bij jezelf kan zoeken van, denk eens na, wie woont er in mijn straat, wie is eenzaam? Daar begint het eigenlijk al. Hè? Ja. En het geeft zoveel voldoening dat je mensen kan opzoeken en mensen in ieder geval te laten voelen, hé, je bent niet alleen, ik denk ook aan jou. Precies. Het allerbelangrijkste. Ja. Hey, en wat is het grootste inzicht wat jij hebt opgedaan in je leven? Wow. Dat ik er mag zijn. Ik denk dat het allerbelangrijkste is. Ik had een enorm minderwaardigheidscomplex doordat ik zo'n onzekere bedding had. Hè, vanuit mijn jeugd en alles. En ik moest het allemaal zelf doen. Dus het is een enorme struggle geweest van wie ben ik? Wat doe ik hier eigenlijk? Wat mag ik hier doen? Of wat kan ik hier doen? Behalve een beetje geld verdienen en een leuke auto kopen of wat dan ook. Nou, daar was ik al heel snel klaar mee met die materie. En het gekke is dat ik dat eigenlijk alleen maar een geestelijke schat overblijft. En dat is dat we van elkaar kunnen houden. Of het nou je kinderen is, of mensen om je heen, of goede vrienden. Ik denk dat dat de grootste ontdekking is. Dat we elkaar hebben om de liefde te mogen beleven. En ook diepgang te mogen hebben met elkaar. En dat we verbonden zijn met elkaar. Dus ik zoek het heel erg in die verbinding. En dat ik zelf iemand mag zijn, dat ik er mag zijn. En dat ik ook een taak heb. En mijn taak is ook om weer andere mensen te motiveren en te inspireren.